Het openlijk praten over je mentale gezondheid en over persoonlijke kwetsbaarheid met je partner kan bijdragen aan het wegwerken van spanningen binnen het huwelijk. Dit onderwerp werd gisteravond besproken door de Vereniging van Social Workers in Suriname in verband met Dag van de Vrouw en Maand van het Sociaal Werk. De discussieavond was getiteld De Moderne Surinaamse Vrouw. Op basis van de resultaten van onderzoek door de vereniging werden er stellingen geponeerd waarop het publiek mocht ingaan. De voorzitter van de vereniging, Norville Platt, zegt dat het belangrijk is regelmatig data te verzamelen en te bespreken, omdat het kan bijdragen aan het verhelpen van de nodige problemen. Maar ik wilde de data ook met u delen. Het was gedaan door OnePoll. Dus internationale research organisatie. En ze hebben 2000 personen geïnterviewd. Mensen die in een langdurige relatie zijn en mensen die geen relatie hebben. En het is in 2016 gedaan. Als ik denk aan de mensen van AHKC, is oude data, maar het is nog steeds relevant. We gaan kijken naar die data. De 42% van alle huwelijken eindigen in een echtscheiding. Uit de data haal je dat 62% van de vrouwen, zij hadden het verlangen om te trouwen, waar er juist minder mannen een beetje gemotiveerd zijn om te trouwen. Het resultaat wat ik eruit haal is dat vrouwen een beetje enthousiaster zijn om in het huwelijksbootje te springen. En van die 55% van die mannen die zijn getrouwd, dan was 4% meer omdat die vrouwen religieuze achtergrond had. Ja, God heeft gezegd dat we moeten trouwen, dus ik trouw met haar. En 5% gaf aan dat ze voor het eerst op hun huwelijksdag center of attention kunnen zijn. 4% trouwde omdat ze een vrijgezellenfeest hebben en dat wilden ze vaak graag ook meemaken. En 3% trouwde omdat ze hun ring konden showen op social media. De volgende slide. 38% van de respondenten geeft aan dat, oh ja, deze groep is, wilde helemaal niet trouwen en ze wilden ook weten wat is de reden waarom jullie niet willen trouwen. En 38% geeft dus aan dat het huwelijk afgezaagd is. De organisatie wil in de toekomst meer onderzoekingen doen waarvan de resultaten met de samenleving zullen worden gedeeld.